Dag mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En de video van vandaag betreft dus de collectie 2017-2018. En we gaan eens even kijken wat we allemaal hebben gehaald. Jongen, het is best wat zoals je ziet. Laat ik maar gelijk beginnen. Er is wat klein spul. Doosjes waren kapot. Dus ik heb ze losgezet. Want ze zaten allemaal in losse zakjes zoals dit bijvoorbeeld. En ja, dat was gewoon kloten. Maar ja, ik heb sommige dingen dus nog wel in zakjes. Dus laten we gelijk beginnen. We hebben hier 5 pakjes P1000 van Maxim. P1000, Maxim. En daarbij hebben wij een matje van, moet ik ook eens even kijken hoor, Explosive V, 200 schots. Leuk ding, ja toch niet dan. Even kijken, Zeus Extreme. Dus het zijn strijkers met een lontje eigenlijk, knallers. En dan hebben we hier nog van Pyrostar, hebben we nog Flying Diamonds, 5 stuks, 4 in een doos. Signalos 2.0. Dat zijn echt dikke knallers dit, een rode voorvlam. Ik heb er wel eentje uitgehaald om te testen. Even kijken. Dan hebben we hier fakkels. Moet ik even goed pakken. Dit zijn 3 rode fakkels, dus 4 rode signalen. Dan hebben wij 4 rooksignalen, zo was het. En, of 2 rode rooksignalen en 2 zwarte rooksignalen. Zena Pink Carpet, knalmatje. Ik heb geen idee wat de fuck het doet, maar ik heb er 4 van. Dus, dan hebben wij nog, even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pakjes mosquito's van Harry Loads. En daaronder zitten 5 pakjes Stinger Bees. Van de kanonslag vuurwerk. Dat is een officieel zenuwhandelaar trouwens. Dan hebben wij hier nog de Firefrog. En dat is een fonteintje. Ja, voor mijn zoontje. Leuk. Ja, toch niet dan. Dan hebben we bij de kanonslag hebben we deze gratis erbij gekregen bij onze bestelling. Schobbeljak. 19 schots. Van Leslie. Ik heb echt geen flauw idee wat het doet. Even kijken. Deze hebben wij in Duitsland gekocht. En dat is de Double Thunder van Weco, 10 stuks. En ik ga eens even kijken of het lukt met één hand. Dat lukt natuurlijk niet, moment. Toen de camera uit was, moest ik het met één hand doen. Want dat camerabandje dat zit helemaal om mijn pols in. Heb je wel geen zin om even voor één pakje dat allemaal los te gaan maken. Ja, dus de Double Thunder van Weco, 10 stuks. Ja, ik weet niet hoe geinig. 10 stuks, ja, knal in Duitsland, ja, dat gaat eigenlijk bijna nooit samen, tenzij je bij Zink zit. Maar dit is natuurlijk gewoon van de Lidl, dus even kijken wat dat doet. Pyroshock van Pyrobase. Dit zijn 120 gram, maximaal 5 effecten, 10 keer 1 shot. Dus 120 gram bij elkaar. Dus een harde knal komt er vanaf. Deze zijn goed. En er zitten er 10 in, 5 effecten, sier is het. Dan van Original Fireworks, 20 single shots, 1 inch. Deze zijn echt beest, jongen, en echt zwaar. Best prijzig, dat wel. 28 euro, maar ja, voor 20 single shotjes met en een harde knal en een mooie sier effect erin, plus mine. Sommigen hebben een mine effect, ja, dat vind ik het op zich. Qua prijs-kwaliteit verhouding vind ik dat toch wel eigenlijk netjes dan. Laat maar even in de comments weten wat jullie ervan vinden. Dan hebben wij van Herlat Brutal. Dat is een fontein, volgens mij. Slash mijn schot. Even kijken, wat is dat? Combinatie van enkelschotsbuizen en mijnen dus, inderdaad. Nou, 185 grammetjes. Atse plats. Even kijken, ik ga even... nog even, want we hebben hier nog een helft. Even kijken, die hebben we gehad, hè? Die, ja, veiligheid, jongens, veiligheidsbrilletjes. Kan niet anders. Hey, voor kids, mooie. Aansteekblond, Ground Mouse. FP3 White hebben we nog. Even kijken, dan hebben we nog een pakje Doom Boom Purple. Dan hebben we een pakje Nitrate Color van Harry Loops. En daaronder ligt niks. Even kijken, en hier hebben we dan nog... ja, wat ik zeg, dat zat allemaal dan in dat plastic, weet je wel. Van Doom Boom Purple. Maar dat is dan losgegaan of zo. Dus ik dacht van, anders wordt het één grote plastic zooi hier op bed. Ja, toch niet dan. Dus ik heb hem even in het zakje gedaan. Hop! Dus dat zijn, wat zal het zijn? 20 of zo, 25, misschien 30 Doom Purples nog.
Dan hebben we een FP3. Ja, kom niet laat. Ik heb er twee afgestoken laatst. Dus één pakje FP3. Twee pakjes Ugly Joe. Twee pakjes Scully's. Twee Cobra's nog over. Ik heb helemaal geen knal dit jaar bijna eigenlijk. Het is wel een heel klein beetje knal. Dat dan weer wel. Maar ja, niet zulke hele harde knallers. Dus dat wordt dit jaar overgeslagen. Even kijken. Ground Mouse. Vier kubische kanonslag. Gillende keukenwijven. Twee single shotjes. Een flare van de Action. Drie pakjes Success. Ja, iedereen weet wel hoe deze eruit zien, toch? Drie pakjes Success. Dat is dus 56 gram eronder. Zie je dat? 56 gram. Mooi. Hop, daarin met die zooi. Even kijken, wat hebben we nog meer? Star Rockets. In Duitsland gekocht van Weco. Ja, dat zijn gewoon geinige raketjes tussendoor. Ik heb ze nog nooit gehad. Ik vind het leuk om even weg te schieten. Ja, toch niet dan? Zes stuks. Dan gaan we naar de iets grotere spul. Romeinse kaars. Van 210 Shoes. Exploder. Of Explorer. Ja, van Weco in ieder geval. Ja, dat is een spiraal in de grond steken. En dan moet dat ding erin. Dat is helemaal geweldig, deze dingen. Even kijken of de gram erop staat. Ja, staat erop. Hier. 92,5 gram. Bruto gewicht, netto gewicht. Echt jongen, die telefoon. Oké, even kijken. Daar hebben we er twee van trouwens. 1 en 2. Dan hebben wij een heel klein potje Alien. 20 schots. Ik heb geen flauw idee wat dit doet. 200 gram. En ja, 20 schots, 200 gram. Nou, hop. Eén potje ervan. Dan hebben we nog één potje. Dat is dit. Oké. Nou, we hebben er dus twee. Dan hebben wij Black Ice van Weco. Die wou ik vorig jaar hebben, die was er niet. 47 schoten. Wirecake ook, onder andere. En ja man. Fucking nice. Even kijken hoeveel gram zit erin. 500 gram. 500. Ja toch. En wat hebben we daaronder? Even daarin heen. Daaronder hebben we Shock Attack. Dit is echt een cake die heb ik gezien. Die is nieuw dit jaar. Van Weco. Dit is echt... En prijs-kwaliteit verhouding is het echt een topper. Dus echt een goede cake vind ik. Met heel veel kleurtjes erin. En ja, zoals jullie misschien eerder al hebben gehoord in dit videootje. Ik heb een zoontje. Dus dan is eigenlijk sier voornamelijk geweest dit jaar. Qua inkopen. Hoeveel gram zit erin, joh? 500 uiteraard. 35 schoten. En ja, dat. Dan hebben we hier nog een 100 schots rol van Leslie Vuurwerk. Bij de kanonslag vuurwerk gekocht. En ja, hoeveel weegt dat ding, joh? Ik heb geen flauw idee. Staat hier 10 kilo's? 10 kilo! Netto gewicht 9 kilo. Dus 1 kilo karton. Of weet ik het. Even dit er terug opzetten. Zo. Even kijken, dat was dat. Dan hebben we hier tussen hebben we twee Viking fonteinen staan. Die zijn echt heel erg nice. Die hebben we vorig jaar ook gehad. Eigenlijk elke keer volgens mij als ik naar Duitsland ging. 55 seconden doet het. En volgens mij kost het echt geen flut, jongens. Ik denk iets van 3-4 euro of zo. Hier, even kijken hoor. Gram erop. Tjonge jongen, hieronder. Hier, 165 grammetjes. Zie je het? Bruto gewicht 425 gram. En er komt 165 gram vuurwerk uit. Dus twee fonteintjes. Dan heb ik nog één fontein Pegasus erbij. Ik weet niet wat het is, maar volgens mij is het een soort gelijk als de Viking. Dus ook 165 gram. Misschien is het wel ongeveer dezelfde met een paar andere kleurtjes en een andere omlabeling. Waarom ben je zo druk, vraag je dan af. Ja, ik heb heel veel koffie op vandaag, dus ja. Anyway, even kijken. Dan hebben we vier potjes laser. 3 euro per stuk, als het goed is. Hele goede pot, hele goede fontein. Duurt 70 seconden, dus ja, 3 meter hoog. Hoeveel gram zit erin? Mag dat er ook nog op staan? Even zien, even zien. Ja, 134 grammetjes. Daar, hoppa, 330 gram aan spul. Even kijken. King size. Jongen, dit is me een beestenfontein. XXL Mega 180 seconden van Weco. Een vulkaan 6 meter hoog. 500 gram. En volgens mij was deze 16 euro. Ik wou hem gewoon proberen. Ik vond hem best prijzig. Maar ja, 500 gram. En 180 seconden. Ja toch, dat is dus 3 minuten. Even voor de snelle rekening onder ons. Rekenaar onder ons. Ja, maakt niet uit. 1 plus 1 is 2. En even kijken hoor. Ja, die moet je gewoon hier open doen. En dan aansteken volgens mij. Ja, het is echt een piramideachtig ding. Dus, hop. Daar hebben we er 1 van. Dan hebben we potjes Yin en Yang.
twee stuks. 1, 2 en dan komen we zo aan die kant. 2. Dus 4 potten in totaal, 2 setjes. Volgens mij ook niet echt iets van duur of zo. 3 euro, 4 euro. Ja, 45 seconden, 10 meter de lucht in ongeveer. En dan kaliber is 22 mm. En dan is dit dus 90 gram netto gewicht. Daar is die. En dat was het. Dan hebben we ook, even kijken. Ja, een soort van bumblebees die je dan hier hebt. Hè? Die zijn wel groter dan in Duitsland. Het zijn er 1, 2, 3, 4. En hoe heet ze? Even kijken. Zonnevogel. Ja, een zonnevogel in de vorm van een... Ja, maakt niet uit. Even kijken. Het is hoeveel gram? 21 gram daar zo beneden. 21 gram. Hop. En dan hebben we deze kant gehad. Jongens, gaan naar de andere kant. Hier waren we gebleven. We hebben hier nog 2 nieuwe Scorpio's van dit jaar. 2 pakjes. Dus het is eigenlijk 1 bundel natuurlijk. Pardon. Maar 2 pakjes. En ja, er zit meer gram in. Als het goed is, dus 10 gram. Zitten er 5 in, toch? Ah, weet ik even niet. Focus nou, joh. Son of a beach. Hallo? Juist. 10 gram. Nou, hop. Dan hebben we nog Blast. Dit zat in een pakje. 5 stuks. Dus eigenlijk 2 pakjes. Dan hebben wij Screaming Eagles nog. 3 stuks. Nou, dat is eigenlijk gewoon gillende keukenmeiden die wegschieten onder je klauwen. Mooi, man. Even kijken, hoor. Die hebben we nog niet gehad. Ik heb er eentje afgestoken, kon die laten. Magical Shots 30. Dat is een beste Romeinse kaars. Van Weco. En hoeveel zit erin in zo'n staaf? Even kijken hoor. 93 gram. Zie je? Daar. 93 gram. Volgens mij iets van 5, 6 euro ook of zo. Echt totaal niet duur. Dan hebben we deze, want dat is een favorietje van mij. Die weet ik uit mijn hoofd. Je hebt ook de Screaming Eagle ervan. Van Helios. Maar dit is de Lord of Whistle. 300 schots fluitbatterij, jongens. Voor 8,99. 8,99 aan fluitmateriaal. En daar hebben we er 2 van. 1, 2. Dus, je weet toch. Gewoon even fluiten. Even de buurt wakker maken om 3 uur 's nachts. Hoppa. Ik ben niet zo'n teringlijn. Ik heb het al een keer gedaan. Even kijken. Dit hadden we dan nog. Een rode flare. Ga ik misschien nog iets mee doen eigenlijk. Ja, een beetje, dit is de categorie 1 hoek. Hier, dat kan je zien. Dus dan hebben we hier een pakje small ground flower bloem. Grondbloemetjes dus, 2 pakjes. 3 pakjes. 4 pakjes, zat ergens in. Dus, ja, je weet wel wat hiermee gaat gebeuren, toch? Niet dan. Gaat gewoon op één stapel. Dan hebben we hier nog een paar zeusknalletjes. Wat losse troep erbij. Ik had ergens nog een doos. Zeus strijkers liggen. En dit is het enige wat ik nog heb gevonden. Dus ik dacht, weet ik veel. Het zat in de tas dat ik ging uitpakken om dit allemaal hierna neer te zetten voor jullie. Dus ik denk, gooi het er gewoon bij. Ja, toch niet dan. Dan hebben we hier nog een doosje Pirates. In het zakje, hè. Zoals ik wederom zei, de doosjes die zijn allemaal of nat of gescheurd en pleurt alles eruit. Dus ik heb alles maar gewoon in een zakje gedaan. Dus hier, bam, Pirates. Ah, dit is ook allemaal losse troep. Adrenaline V. Zo, dat is echt van jaren geleden met een filmpje gemaakt van met Mabalo Pyro nog volgens mij. Pak is dat allemaal hier zo. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval een leuk knalspul er tussendoor. Dan hebben wij hier 1 doosje Tueno. Tueno single shots. Ja, dit is gewoon mooi. Dit is gewoon helemaal goud dit. En ja, dat is 2,6 gram. Even kijken, focus. Juist. Zie je, 2,6 gram per schot. Het is echt, deze gaan harder dan deze. En dan kan ik een keer een vergelijkingsvideootje. Maar kijk eens hoeveel Thunderkings, jongens. Kijk dan. Hé. Hey. 1 doos Tueno's, of Trueno's, zeg ik het nou verkeerd of niet? Ja man, oh, nou, excuus dus. Trueno shot, 1 doos, 1 bulk pack Mad Dog single shots. En dit is, even kijken hoor, hoeveel gram staat dat hier niet op? Nee. Nou, zo zie je maar weer dat zelfs op de single shots uit het buitenland, hè, het illegale vuurwerk, het illegale Europees CE-keurmerk gekeurde vuurwerk in Europa, wat door Nederland dus als illegaal wordt gezien en niet goed getest, hier staat dus wel Trueno 2.6 op, plus de keurmerk en wat het is. En in de Mad Dog niet. Nou wil ik heel Mad Dog zijn single shots niet afkraken, maar het is maar eventjes om een illustratie te laten zien, jongens. Dus 1 bulk pack. Lekker los. Hup. Trueno single shots. Pyro shock single shots. Double tanden single shots.
En die fucking dikke 20 shots, 20 single shots van 1 inch van Original Fireworks. Ik zeg, wat een heleboel single shots. We gaan verder, jongens. Ik heb nog 2 potjes Debbie Boop. Deze zijn van een eerdere video die dit jaar is uitgekomen toen ik naar België ben geweest. Ik heb nog 2 over. Dan hebben wij deze nog erbij. Titanium Salute. Die heb ik wel afgestoken, niet opgefilmd. Niet gefilmd. En ik was laatst in België. En ik denk, neem onder andere deze even mee. Nou, dit zijn die 2 van Yin en Yang. Dan hebben we hier Unforgettable. 56 schoten. Maximaal gevuld. 500 grammetjes. Kijk. 25 mm aan fucking buis. En ja, dit is echt een mooie pot, jongen. Ik vind hem zo mooi. Wel volgens mij duur. Volgens mij was deze wel duur. Maar ja, wat ik zeg, hij is fucking zwaar. Dan hebben jullie al een paar op mijn kanaal gezien van deze serie. Van New School Collection, of uit mijn hoofd. Even kijken hoor. Ja, New School Collection. Er waren er al een paar van. Nou, ik heb hier nog over de rum. Dat is een 19 Schots cakejes zijn dit. Van Twello vuurwerk. Wolf dus eigenlijk. En ja, dit is 298,5 gram zit erin. 2 potjes. Dus dat is de rum. Zo, haha. Dat is de rum en de Sambuca. Idem dito, ander effect. Even kijken, had ik die al gezegd? Ja, die had ik al gezegd. Pardon. Dan gaan wij naar boven toe. En dan hebben wij, ja jongens, die fonteinen. Dit zijn zulke mooie fonteinen. Ik zou zo graag willen dat ze dit in ieder geval 2 of 1,5 euro goedkoper maakten. Want dan sla je ze toch allemaal in één keer in. Ik heb er maar gewoon 4 meegenomen. En ze zijn 8,99 per stuk. Ja, iedereen kent ze wel, hè, die Bugano's. 250 gram fonteintjes. Fucking mooi. Allemaal kleurtjes zoals je ziet. En zilver. En 2 of 3 gekleurde fonteinen. Nou, dan hebben we nog de Corolla Blue van Tonka, Corolla Blue. Ja, compound box. En daaronder zien jullie het al. Het pronkstuk van dit hele fucking bed. Tears from Heaven. F2 fucking cake. En ja, die staat er dus bij. Dan hebben we hier in het midden hebben we nog een grote pot. En die is volgens mij, ja, ik kan die niet weghalen, want anders valt dat. Maar dat zal ik zo laten zien. Dit is dus Titans. 27 schots, 90 mm batterij. 3x90 mm is echt het. Tering, dikke pot, jongen, dit. Maximaal gevuld, volgens mij 500 gram. Ja, hier. 500 gram, zie je? En ja, ik ben heel erg benieuwd naar deze. Die, ik heb hem nog niet gezien, maar volgens mij is het ook wel een mine effect, zag ik ergens staan, of niet? Kijk hoor, mijn Duits is zo slecht. Nou, ik heb er in ieder geval geen idee. Dan gaan we naar de pijlen, jongens. We hebben hier nog de Arena of Rockets. Die heb ik vorig jaar aangeschaft in Duitsland. Of ja, daarvoor eigenlijk. Niet afgestoken, dus hier weet ik de prijs dus niet van. Maar volgens mij is dit ook iets van, wat zal het zijn, 9,99 kosten die pakketten. Er zit er wel eentje bij, die was 25 euro of zo. Maar ja, dit is ook wel een groot pakketje, dus misschien valt die ook wel onder die klasse. Ik heb echt geen idee, dus laten we zeggen dat dit 25 euro is. Vergelijking met zometeen de rest. Ja, dan hebben we hier nog een potje, een pakket met pijlen. Ook allemaal pijlen. Ik kan jullie alle pijlen wel gaan laten zien. Hoeveel erin zit en dit en dat. Maar dat zien jullie vanzelf als ik de prijzen ga geven. Nou, dan heb je in ieder geval Golden Raketten. 246 pijlen zitten erin. Dat zijn wel dikke pijlen, jongens. Dat. Dan hebben wij de Indianapolis van Weco. Dus al deze pijlen zijn van Weco. Even kijken. Indianapolis. Dan hebben we de World Champion. Daar zitten dikke pijlen in, zie je dat? En ook mijn fonteinen. Ja, en ik heb maar gewoon alles in het winkelwagentje gesmeten, weet je. Ik denk van, nou, alle pijlen is allemaal goed. Maar ja, dit is dus een pakket met ook nog fonteinen erin. En fucking Romeinse kaarsen zitten erin. Dus volgens mij was dit wel een duur pakket. Maar ja, prijsverhouding, kwaliteit gewijs, ja, weet je, oké. Okay, niet te klagen, toch? Dan hebben wij hier nog een 200-delig Fire Fantasy pakketje, wederom hetzelfde verhaal, pleur het in het wagentje en wat zie ik? Allemaal van dat feest en pret en toeters en bellen zo hierin. Ja, ik vind er niks aan, maar ja, een ander wel. Het ging mij zozeer om de pijlen en dit was volgens mij een tientje. Dus, nou jongens, ik zal de prijs eventjes allemaal in de video verwerken. En ja, dit is dus de collectie van 2017-2018.
Ik ga heel misschien nog, want er resteren nog een paar dagen, ga ik nog wel eventjes langs. En dan ga ik eens even kijken of ik nog een ga halen. Maar voor zover is het alleen dit jaar niet zo groot geworden. Ja, niet zo groot. Dat is fucking veel natuurlijk. Maar alleen dit jaar wordt het dus gewoon een beetje aan die kleine denken. Weet je toch? Gewoon, het is gewoon mooi vuurwerk wat hier zit. En niet al te veel knallen. De knal is eigenlijk voor overdags. En dat ga ik s'avonds niet doen. En die kleine die kan wel lekker naar al die kleurs kijken. Ja toch? Zullen jullie later ook wel hebben. Volgend jaar gaan we los. Dit jaar zijn we ook half los gegaan. Maar ik zie jullie tot de volgende video, jongens. Later.